Goedemorgen! Vandaag vrijdag en ik ga naar school straks. En dan ga ik naar papa. Nee. Oh, ze gaat een weekend naar papa weer. Fijn weekend! Bye bye! Goeie vrijdag. Hallo en good morning! Ik ga straks lekker sporten. Maar ik stel het nog heel eventjes uit, want ik hoop dat Bart meegaat. Aangezien we einde van de dag naar de bios gaan, kan hij 's avonds niet. We gaan trouwens vanavond naar Wonder Woman in IMAX. Dus dat wordt, daar heb ik al zin in. En ja, dus voor die tijd nog even sporten en werken achter de computer. En kijk, zo is de keuken. En dan hoop ik dat jullie maandag een heel ander soort keuken kan laten zien. Maar dat weet ik niet. Dat zullen we nog wel zien, inderdaad. En nog een andere update. Vandaag is dus de dag dat ik ongesteld zou moeten worden. Ben ik nog niet. Maar ja, maandag zullen jullie horen of ik dan over tijd ben, ja of nee. Of dat ik ongesteld ben geworden en dat ik gewoon een beetje teleurgesteld ben weer. Maar de teleurstelling valt mee, denk ik, dit keer. Want ik heb nu niet echt heel erg het gevoel dat het zover is. Ik weet niet. Ik voel me niet moe. Ik voel geen borsten groeien. Ik voel geen misselijkheid. Dus ja. Anyway, ik ga even lekker een gezonde shake maken. Yes. Even een weegmomentje voor Bart. Dat moet je niet na het trainen doen, schat. Dat moet je voor het trainen doen. In elk geval 91. Nog 93. Oké, ik heb super snel gedoucht. Haartjes gewassen. Maar na het trainen nog even snel een shakey. En ik heb deze gekregen, dus die ga ik meteen even uittesten. 100% natuurlijk. Dus sowieso iets voor mij. En vooral dit. Een gezonde huid. Ja, that's what I need. We hebben ook allerlei smaakjes. Die ga ik later nog een keer uitproberen in een andere vlog. Nu begin ik even met de vanille. Oh, het ruikt naar alsof je een taart gaat bakken. Echt super lekker. Zo. Oké, this is the moment. The moment van eiwit.nl. Hij is super lekker. Hij is echt heel lekker. Had ik echt net nodig. Misschien dat ik ook minder spierpijn dan heb. Ik moet sowieso de laatste tijd maar weer even wat beter mijn eiwitten gaan nemen. Ik neem hem gewoon even mee in de auto. Dan kan Bart hem ook even proeven. Terwijl, of maar Bart hem ook even proeven. Nogal... En onthouden dat het 100% natuurlijk is, hè? Ja. Pak je hem even? Ja, voor iets natuurlijks is het wel oké. Oké, we gaan nu eerst de boys ophalen. En dat zijn Jeroen en Joris, J&J. En die wonen allebei vlak bij elkaar, dus die halen we even op voordat we daarheen gaan. Yo Joris, how is Joris. Joris, wat hebben we je gemist, zo lang niet gezien. Leuk. Kijk of je nog, ja ik herken je nog. Leuk toch? Ja, daar is hij dan. Oh, hij heeft zijn weekendtas bij zich. Yo, Shiloh! Nee, 5 minuten was het. Valt mee.
Zijn er? Nee. Zoals jullie weten is dit Jeroen. En dit is Jeroen. En Jeroen is natuurlijk weer te laat. Ik zou trouwens via de jager wegrijden. Richting Zaanstad, 10 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Oké, we hebben even een issue hier, want we staan namelijk nog steeds in de file. Niet helemaal weer. Echt. We hebben dus de film hoogstwaarschijnlijk gemist. Ja. Nou ja, die is nu al aan het beginnen. Dus die hebben we gewoon gemist. Het is 5 minuten geleden begonnen, maar... Oh nee, dat wordt echt niks meer. Trailers die duren altijd 17 minuten. Ja, zoals Bart weer met zo'n langdradige verhaal. Zo, nog 2 uur later. Dus we gaan nu naar de Mummy. Gewoon Wonder Woman, maar dan niet in IMAX. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Ik ga juist ik wil naar voor Wonder IMAX. Woman. Wonder Woman. Ja, meeste stemmen gelden. Oh, jongens, heeft nog niks gezegd. Inderdaad, jongens. Joris. Wingman. Kom op, Wingman. Wonder Woman. Wonder Woman. Ja, zie je, Joris heeft het ook gezegd. Nee! Ja, maar okay. Nee, maar ik, jij, ja, verdomme. Ja. Ik ga bijna tegen mijn ding aan. Omdat we zeggen nu allemaal dat we gewoon naar Wonder Woman willen. Ondanks dat het niet in de IMAX is dan. Want we willen gewoon die mooie vrouwen zien. Naast de crew speelt er ook in, dus... Echt? Ja, wist je dat niet? In Wonder Woman? Ja, serieus. Hè? Duitse crew? Dat is helemaal zo. Ja. En Nederlandse? In Wonder Woman. Niet. Yes. Oh, maar dan wil ik het toch echt in IMAX zien. Ik wil hem sowieso in 3D zien. Oké, dan weten jullie dat ook. Je kan dus in de film tot een kwartier nadat hij begonnen is. En daarna niet meer. We waren dus 3 minuten te laat. Jammer. En nu moeten we naar de Mummy. Maar ja. Hoe heet die van jou, Joris? Want die ziet er beter uit. Ik heb de Spicy Beef. Jezus, die dus van Joris ziet er weer beter uit. En ik de Chicken Spicy. Yeah. Dus het is hem geworden? De Mummy. En daarna misschien nog door naar Wonder Woman. Zeker. Gaan we zeker regelen. Spikkerbommetjes! Wow, we zijn eindelijk een keer op tijd. Wat een mooie plek. Zo mensen, op rij 1 eens even kijken hoe dat is. I will let you know. Ik schrijf wel eentje door, want dan komt het heel te Het past niet eens op mijn camerabeeld. Ik ga de tas al open, want daar heb ik er anders in uitgehaald. Ook een Wonder Woman kan zijn. Oh, zagen jullie een Wonder Woman? Er stond een Wonder Woman met een groene jasje. Oh, oké. Okay. Oh nee, schatje, jij bent mijn Wonder Woman. Nou, wat vond je van Wonder Woman? Ik vond hem heel leuk en grappig. Heel vet. Grappig. Wonder Woman was de bom. Wonder Woman was de bom. Als je die realiteitsknop uitgaat. Beter dan de Mummy trouwens. Dat was echt. De Mummy was slecht geacteerd. Helemaal niks. Nou, we moeten natuurlijk weer even laden. Wat vonden jullie trouwens van de eerste rij? Ja, top. Het was wel even wel. Maar zijn er geen last van? Ik had wel een beetje last van mijn nek. Ja, ik had in het begin. In het begin vond ik het wel echt heel erg wennen. Heel druk, vooral met die trailers. Ik zat wel meer in de film daardoor, denk ik. Omdat je niet echt afleiding hebt eromheen. Vooraan is wel vetter eigenlijk. Alleen helemaal vooraan is een beetje belastend voor je nek. Ik denk dat ik even drie rijtjes naar achter of 4, dat je gewoon in je bril gewoon het scherm hebt. Want nu viel het, moest ik een beetje... En de hoofden vervormden volgens mij een beetje. Ja, als werden een beetje eihoofden, omdat je het van onder af ziet. Ze heeft ook wel een beetje eihoofd. Of ze heeft Wonder Woman heeft een beetje een eihoofd. Yes, we hebben wat ontdekt wat lelijk is. Groot is ze ook, hè? Ja. Lange benen, tot de hemel. Ja, niet normaal.
Maar ze hadden, dat viel me ook wel op, die vrouwen hadden allemaal wel gespierd been, of niet hele dunne beentjes. Nee. Die op dat eiland ook. Maar het kan dat ze dat zo gefilmshopt hebben. Ja. Er zitten veel mooie vrouwen in de film, vooral in het begin van de film. Zeker. Waaronder Duitse Kroes met 2 zinnen tekst. Ja. We zijn weer thuis en ik ben kapot jongens. Dus ik ga even gedag zeggen. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog van deze dag. En tot maandag weer. Dan is weer een nieuwe vlog. En komt er deze zondag nog een video online? Ja. Ja, ja. En die gaat over mijn dyslexie. 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 Fijn weekend iedereen. Doei.